Het huisartseninformatiesysteem HIS zal uiterlijk eind 2018 volledig ingevoerd worden door de regering. Dit zegt volksgezondheidsminister Patrick Pengel in gesprek met onze nieuwsdienst. Dit automatiseringsmodel zal de informatiestroom tussen patiënten en artsen vergemakkelijken. Daarnaast zal volgens de bewindsman het HIS zorgen voor meer efficiëntie binnen de gezondheidszorg. Pengel zegt dat de uitvoering van het project in het laatste kwartaal van dit jaar zal aanvangen. De volksgezondheidsminister legt verder uit wat de voordelen van dit systeem zullen zijn. Dit systeem waar wij een openbare aanbesteding voor organiseren, is een compleet systeem waarbij de huisarts in principe de dossiers van de patiënten beter kan opslaan. Je kan diagnostiek zoals lab, röntgen, etc. kan je ook toevoegen wanneer iemand doorverwezen wordt naar een specialist. Wanneer de ziekenhuizen geautomatiseerd zijn in 2018, kunnen ook patiënten dossiers over en weer gestuurd worden. Maar ook de communicatie tussen de twee behandelende artsen wordt daarmee ook verbeterd, omdat ze dus via de software met elkaar kan communiceren. Je kan images delen, je kan second opinion vragen, etc. Pengel is totaal niet te spreken over de kritiek die delen van de oppositie leveren op het huisartseninformatiesysteem. Met name Deo Charman beweert bewijzen te hebben over ongeregeldheden binnen dit nieuw model. De gezondheidsminister ligt niet wakker van deze beschuldigingen. Maar wanneer je dan als parlementariër in het parlement komt en in plaats van de discussie te voeren over de issue, dus beleidstechnisch, dan komt men met allerlei onwaarheden daar en zwaaien met papieren over bewijs. En als je bewijs hebt, ga naar de PG. Ga aangifte doen bij de politie. Lever het bewijs aan bij de president die ministers ontslaat en benoemt. Doe iets, maar ga niet daar voor de camera wapperen met een document en dan zeggen dat je het document niet zou overhandigen. Dus dat zijn, maar dat is vanaf we begonnen zijn met deze discussie, heb ik tot twee compleet andere parlementariërs, gezien. Dat hoort erbij en dat is voor hun rekening wat voor leugens zij in de wereld brengen. Die zullen op een gegeven moment toch aan het licht komen en dan is de kous eraf. Volksgezondheidsminister Patrick Pengel over de kritiek op het huisartseninformatiesysteem HIS. Ondanks deze kritiek begint de regering over enkele maanden met de uitvoering van dit automatiseringssysteem.